Welkom bij een gloednieuwe vlog van Nino Wilkes. Hey! Goedemorgen jongens en een dag weer zonder zorgen. Wacht even, ik zit even iets in mijn zak te doen. Ik doe het eigenlijk, deze man, dan kijk ik me echt vet boos aan. What the fuck. Kijk eens wie ik ben. Gigi, Saar. Ja. En we gaan naar Amsterdam, want we gaan... Wat gaan we in Amsterdam doen? Iets voor mijn verjaardag, kan ik zo vertellen. We gaan naar Mitchell's verjaardag vanavond. Mitchell, als je dit ziet. Op dit moment weet je nog niet dat het verjaardag is. Kijk mijn schikje. Oké, we gaan de trein in. Oké, jongens. We zijn in een Duitse trein gestapt. Het gaat helemaal fout. Oh, de deuren gaan dicht. Ja. Yes. Lekker druk, jongens. Lekker druk. Jezus, wat zullen we aan doen? Ja, we moeten toch in de trein. We kunnen ook uitstappen. Spring eruit. Saar wil weer eten hoor, daar is ze. Saartje. Saar, die man is soepje. Lekker soepje. Of ik vind de bar wel beter dan Tali hier. Oh, ze praten Duits. Oh, ze zit in de Duitse trein. Hoe chill zijn deze hokjes, jongens? Saar, dit wordt hem, hè? Ik heb hier een keer... We kunnen ook gewoon zo gaan wonen. Ja, gewoon hier in de trein. Laten we in de trein gaan wonen. Nee, het ziet er leuk uit, maar ik zou hier niet kunnen wonen. Kan, alsjeblieft, opschieten dit en ik sta dan nu al een uur in de trein. Ik zit nog missen. Ik ben aan het klagen. Hartse plaats, kijk het gaan. Ja, lekker eten. En ik heb mijn verjaardag outfit deels. Nou jongens, we zijn weer thuis. Drukke dag gehad. Ik zijn kapot. En nu hebben we even Frederik besteld. Super chill. Wat heb jij? Risotto. Jij hebt risotto, maar ja. Ik zit even te kijken. Want. Daar is hij hoor. Heb je risotto? Ja. Ik heb lasagne. Oh nee. Dit is voor Saar, Saar risotto. Echt lekker. Ja, het is echt heel chill. Echt aanraden, ik geef het dan wel aan Frederik. Echt tol. Ik kom van de zulke bakjes. Zo van lekker. Jongens, ik zit lekker in de harbor. Tada! En ja, we hebben een surprise feest van Meer en van Rachel. En kijk eens wie er is, Nino, Eva, Giselle. En ja, hij is er nog niet. Hij komt over, even kijken. 20 minuten komt hij binnen. Super spannend. En hij weet dus helemaal niks. Kan je voorstellen dat je zeg maar zo'n feest hebt en dan zeg maar gewoon fucking niks weet. En je dan binnenkomt, dan schrik je gewoon de deur in. Maar goed, zodra hij binnenkomt ga ik filmen voor waarschijnlijk het volgende shot. En voor nu zeg ik proost en ja, tot bij het volgende shot. Happy birthday to you. Happy birthday.
ready for this. Ja jongens, ik ben weer lekker thuis en luister nou, ik heb mijn overhemd overgedaan, want ik ga echt nu meteen slapen. Ik heb weinig gefilmd, maar ik vond het super leuk bij Mitchell. Dus Mitch, als je kijkt, thanks. En voor nu zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en een blauw duimpje achter te laten. En één ding, ik ga niet meer zeggen doei doei, ik ga vanaf nu zeggen adios amigos. Dus ik zou zeggen, tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Adios amigos.